80 jaar verwoesting, bevrijding en wederopbouw van Nijmegen. Het is komende tijd terug te zien in de etalage van de HEMA. Aankomend jaar is het alweer 80 jaar geleden dat de Nijmeegse binnenstad werd gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. In de jaren erna is er hard gewerkt om deze weer op te bouwen, met veel nieuwe architectuur tot gevolg. Vanwege dit jubileum is er dinsdagavond een expositie geopend in de etalage van de HEMA, dat zelf een goed voorbeeld is van deze architectuur. De tentoonstelling neemt je mee langs de verwoesting, de bevrijding en de wederopbouw. 2 jaar lang is deze te zien en in die tijd zal de inhoud 5 maal worden aangepast. Ja, zo dadelijk zal Tobias van Elveren, wethouder erfgoed in Nijmegen, een tentoonstelling openen in de HEMA-etalages. En dat is een tentoonstelling die gaat over 80 jaar Nijmeegse binnenstad. Het begint met een tentoonstelling die nu in de 6 etalages te zien is voor Nijmegen, over Nijmegen voor de oorlog. Ja, in de tijd voor de oorlog hebben we een aantal thema's in onze etalages. De oude stad, hoe die was, dat is met grote doeken en uitvergrote ansichtkaarten. Het katholieke Nijmegen komt aan bod. Het oude station van Nijmegen, natuurlijk verdwenen door het bombardement, komt aan de orde. Etalages van Nijmegen voor de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde. Dus verschillende thema's van Nijmegen, van de binnenstad van Nijmegen, in de periode voor de oorlog worden in de etalages getoond. Ja, mag het? De expositie is op een feestelijke manier geopend door de wethouder. Als wethouder erfgoed vind ik het heel erg belangrijk dat we mensen laten zien wat voor mooie plekken we in Nijmegen hebben. En wederopbouw erfgoed, zoals de HEMA zelf, maar ook de dingen die in de tentoonstelling te zien zijn. Dat vind ik echt heel belangrijk dat Nijmegen daarvan weet. Ja, dit is natuurlijk een bijzondere plek voor ons als stichting Nijmegen Wederopbouwstad. Want de HEMA is een uitgesproken gebouw uit de wederopbouw. Het is gebouwd in 1958. Wij willen dit erfgoed graag behouden. En het was voor ons een uitgelezen kans om hier in de etalages een tentoonstelling te kunnen houden over die binnenstad. Want ja, waar kun je mooier een expositie houden over de Nijmeegse binnenstad dan in het gebouw wat voor ons een icoon is van de wederopbouw, namelijk dit HEMA-gebouw. Ik denk juist dat als mensen snappen dat er echt een verhaal zit, dat na het bombardement met deze materialen, met deze gedachten, opnieuw de binnenstad werd opgebouwd, dat dat de belangrijkste boodschap is om te laten zien. En heel eerlijk gezegd vind ik het HEMA-gebouw zelf, waarin je dus via de glanzende ramen, de Steefskerk en de wagen kan zien, hè, zo is het ook echt bedoeld, dat vind ik zelf prachtig. Ja. De naoorlogse panden zijn kenmerkend voor de binnenstad. De wederopbouw van de stad heeft daarom een prominente rol in deze tentoonstelling. Ik denk dat de binnenstad heeft zich de afgelopen 80 jaar enorm ontwikkeld. Er is heel erg veel gebeurd. En onder andere de wederopbouwperiode heeft daar prachtige panden aan toegevoegd. Denk aan hier de HEMA, denk ook aan Bacon Kloppenburg, waar nu de H&M in zit. Er zijn allerlei, ik kan een hele serie van gebouwen noemen, ook heel veel in de Broerstraat. Allemaal gebouwen, als je even omhoog kijkt, als je even beter kijkt, zit daar een enorme schoonheid in. En dat laten we onder andere in deze tentoonstelling zien. Want wat wij doen, in tegenstelling tot musea of andere plekken waar tentoonstellingen binnen zijn, hier bereiken we mensen die gewoon op straat winkelen en die dan ineens in als je kijken van de HEMA en denken, Jossus, wat een leuke tentoonstelling. Dus wij bereiken toch wel een breed publiek, hopen wij de komende maanden met deze tentoonstelling. Woensdagmiddag bracht de selectie van NEC een bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Moment voor de kinderen om even niet aan hun ziekte of aandoening te denken en hun voetbalhelden te ontmoeten. Voordat de kinderen op handtekeningenjacht mochten en zelf ook een potje voetbal mochten spelen tegen de spelers van NEC, was er een echte persconferentie en mochten de kinderen vragen stellen. En dan krijg je als speler net even andere vragen dan normaal. Ja, dit is fantastisch. Normaal worden er wat kritische vragen gesteld. Nu is het, wat is je lievelingseten en wat is je lievelingskleur? En hoe heet je? Ja, dat zijn... Dat zijn wel de leukste persconferenties, ja. Ja, wat vond je de leukste? Die verkering is altijd wel leuk. Die kwam vorig jaar ook naar voren. En wel leuk dat, dat Dirk nu verkering heeft. Dat is wel leuk. Wie zou misschien een avondje, ik weet niet of ik kan, nee, maar een avondje uit willen op date met Dirk? Ik. Ja! Ja. Kom, ik even mee. Geef Dirk eens een hand. En ik krijg jij van Dirk een kus. Hier, kus. Oh, dat krijg je gewoon helemaal zenuwachtig. Heel goed. Dirk, gefeliciteerd. Je hebt verkering. Ja.
Ja, nou, zo makkelijk kan het gaan blijkbaar. Wilco blijkt een hele goede wingman te zijn. Dus, ja, een soort Robert ten Brink, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Elk jaar brengt de selectie van NEC een bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis. Om de kinderen een onvergetelijke dag te geven. Kijk, uiteindelijk, voetbal is allemaal heel leuk en aardig. Alleen, ja, als je hier rondloopt, dan weet je wel dat er dingen belangrijk zijn dan dat. En, het is mooi dat wij met wat we doen, ja, weet je, wij doen dat omdat we dat leuk vinden en om, ja, om wedstrijden te winnen. Alleen dat je toch zeg maar een soort van een idool bent voor dit soort kinderen en dat je daar dan iets aan terug kan geven, ja, dat is wel mooi. Dit zijn unieke dagen hier in het Amalia Kinderziekenhuis. En, ja, je ziet ook mensen op de achtergrond voetballen en ja, weet je, verplichtingen buiten de voetbal zijn niet altijd het leukste, maar dit soort dingen wel. Dit is gewoon echt heel leuk. Mensen zeggen, we gaan ook met z'n allen met plezier hier naartoe. En als jij dan die kinderen met lachende gezichten weg zien lopen, ja, dat is het alles waard. En zelfs was er een heuse Gelderse derby en bracht het Arnhem en Nijmegen even bij elkaar. Maar deze supporter blijft bij zijn standpunt. Ik wil van iedereen een handtekening. Maar ik ben nog niet voor NEC, nog lang niet. Nog lang niet. En gaat het ook nooit gebeuren, denk je? Nooit gebeuren, nee. De Sint-Jansberg met naastgelegen Koningsfan De Diepe en de Mokerheide is onlangs door de vereniging Nederlands Cultuurlandschap als vijfde gebied in Nederland uitgeroepen tot icoonlandschap. De Sint-Jansberg is een uniek cultuurlandschap met een rijke cultuurhistorie, aldus de organisatie. De titel icoonlandschap wordt toegekend door de VNC in samenspraak met lokale partijen die betrokken zijn bij het behoud en de ontwikkeling van het gebied. De onthulling vond plaats bij het jachtslot Mokerheide. De andere vier icoonlandschappen zijn Noorbeek in Zuid-Limburg, de Hoge Berg op Texel, het Aaltense Goor in de Achterhoek en Staverde en Leuvenum op de Veluwepas. Muziekfestival Down the Rabbit Hole maakte vandaag, vlak voordat zaterdag de voorverkoop start, de eerste 29 namen van de line-up bekend. Op het affiche van 2024 staan onder andere Jungle, The National en Eefje de Visser. De kaartverkoop start dus aanstaande zaterdag om 11 uur en een weekendticket kost €280. Dagkaarten zijn bij Down the Rabbit Hole nooit verkrijgbaar. De driedaagse koningsfeesten in de tuin van hotelrestaurant De Wolfsberg in Groesbeek worden komend voorjaar afgesloten door niemand minder dan Direct. De organisatie slaagt erin steeds meer grote namen te strikken voor het evenement. Naast Direct zullen tijdens het festival, dat komend voorjaar plaatsvindt van 26 tot 28 april, artiesten te zien zijn als Martijn Fischer, Xander de Buissonnier en Lee Towers. Dankzij optredens van Danny Vera, Tino Martin en de Edwin Evers Band tijdens voorgaande edities groeide het muziekfestijn in de tuin van de Wolfsberg de afgelopen jaren uit tot een begrip in de wijde omgeving. De organisatie rekent erop dat komend voorjaar zo'n 10.000 mensen op het festival zullen afkomen. En tot slot nog een nieuwtje uit eigen huis. Want inmiddels is bekend geworden dat op termijn de drie lokale omroepen uit de regio, namelijk GL8, Extra, FM en Omroep Bergendal, zullen fuseren met RN7 tot één streekomroep. Momenteel wordt er al op diverse vlakken samengewerkt, zoals op de gezamenlijke nieuwswebsite rn7.nl. Maar uiterlijk in 2026 zullen de omroepen geheel fuseren tot één organisatie. Deze omroep bedient dan 9 gemeenten in de nieuwsvoorziening. Dat zijn West-Maas en Waal, Druten, Beuningen, Overbetuwe, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Mokum-Middelaar en Bergendal. Daarnaast komen er 2 radiozenders. Ze worden samengewerkt vanuit 2 locaties in Nijmegen en Groesbeek. Spelletjes, speurtochten, knutselen en natuurlijk met Sinterklaas op de foto. Woensdagmiddag bracht de Goedheiligman een bezoek aan het Mozaïek in Wijchen in het kader van het Pakjeshuis. En voor wie aan genoeg activiteiten deelneemt, ligt er ook nog een verrassing klaar. Ja, we hebben vandaag het Pakjeshuis Wijchen voor de 3e keer dit jaar in samenwerking met de Spelotheek Wijchen en Bibliotheek Wijchen. Ja, we zien eigenlijk elk jaar wel dat de animo toeneemt en ook dit jaar zijn we weer uitverkocht. We zijn in het Mozaïek in Wijchen. En het is hier vanmiddag het Pakjeshuis. Daar kunnen alle kinderen komen, knutselen, spelletjes doen en op de foto. En zijn de kinderen in Wijchen een beetje lief geweest?
allemaal, een Wiegen zijn ze altijd super lief. Dat weet je toch? Ja, jou hoor. Ja, een paar Pieters stonden bij Sinterklaas. Daar zijn we dus wel met de foto op geweest. Met de andere Pieten hebben we gepraat. En één Piet die had, want we hadden zo'n blaadje. En er stond op wat je allemaal kon doen en zo. En dan kon je dan afstrepen wat je al gedaan had. En één Piet deed dat dus. Dat was heel leuk. En we kregen pepernoten, toch? Ja. Dit jaar mogen de Pieten voor het eerst ook hun schoen zetten. Nou, dat we een keer iets anders wilden doen. Hè, andere jaren mocht dat nooit. En dit jaar zeiden we, nou doen we het wel een keer dit jaar. Dus alle Pieten mogen ook hun schoen zetten. Ja. Nou, ik vind dat wel goed, want ik bedoel, wij mogen ook altijd onze schoen zetten. Waarom mogen de Pieten dat ook dan niet een keer? Ja. Nou, ik vind het beter van een keertje. Maar het grote boek ligt geborgen in een kluis en niemand weet de code. Misschien Sinterklaas wel? Daar kan ik nog niets over zeggen. Daar mag ik niks over zeggen. Nee. Spannend. Maar het komt, als Sinterklaas erbij komt, komt het altijd goed, zoals je weet. De kluis moet natuurlijk open door een code. En heel vaak hebben ze al een code geprobeerd, maar gek genoeg deden de Pieten best vaak de code verkeerd. Dus Sinter... Denk jij dat je de code weet? Ja, denk het wel. 9, 8. 9 is mijn lievelingsgetal. 8 die van mijn moeder. 1 is gewoon, daar heb ik niet echt een reden voor. En 4, dat is het lievelingsgetal van mijn oma. Het feest gaat altijd door. En met Centerwij komt het altijd goed. We hebben het vandaag niet helemaal droog gehouden, maar toch was er ook voldoende ruimte voor de zon. Koud was het wel, met maxima rond de 2 à 3 graden in de regio. Die kou zal voorlopig nog wel even aanhouden. Vannacht klaart het op en er staat bijna geen wind. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur zal zakken naar zo'n min 3 of min 4 graden in onze omgeving. Morgen start de dag nog wel met wat mistbanken, maar als die eenmaal zijn opgetrokken blijft er een mooie zonnige najaarsdag over. Wel weer aan de frisse kant met slechts aan een graad of 1. De daaropvolgende nacht wordt nog wat kouder met temperaturen tot plaatselijk 7 graden onder nul. Blijf voorlopig droog en fris. Vrijdag kan het lokaal zelfs een ijsdag worden, dus dat de temperatuur ook overdag niet boven nul uitkomt. In een nieuwe week neemt de kans op een enkele bui weer wat toe, maar het blijft aan de frisse kant. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 29 november. Ben, of ken jij iemand die ook graag zou mee willen werken aan de producties van RN7? Kijk dan eens op rn7.nl. Daar staan momenteel namelijk 2 vacatures open. Natuurlijk vind je het laatste nieuws ook op diezelfde website. En zijn wij morgen weer bij je terug met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!